Ja, het is toch een fijn gevoel. Zwolle uit. In de voorgaande jaren was het je wilde altijd een hele lastig moeilijke zeggen, wedstrijd. Ja, dus ik ben heel blij dat we met de 3 punten terug zijn naar Rotterdam. Het is een cliché natuurlijk, maar als je begint met pek uit en iedereen zegt, oh, Feyenoord heeft zo'n makkelijk programma aan het begin, dan is dat wel gelijk een drempeltje, kan ik me voorstellen. Ja, maar zo makkelijk was de wedstrijd niet. Zwolle uit ja, is normaal gesproken een moeilijke wedstrijd. En ik ben blij dat we volwassen hebben gespeeld en de 3 punten mee hebben genomen. Nu is het voor Feyenoord vaak zo in uitwedstrijden tegen dat soort teams, dan schreeuwt dat publiek de boel ook naar voren. Wat jullie thuis altijd helpt, heb je uit soms wel eens last van. Merkte je dat bij deze wedstrijd al? Dat het in uitwedstrijden voor jullie misschien een ander verhaal dit seizoen kan worden? Nee, niet echt. Nee, dat je ervaart dat niet zo bij uitduels, dat vaak tegenstander ook wat opportunistisch gaat spelen, ook door de omstandigheden. Ja, natuurlijk. Door de fans die dan die hun thuisploeg vooruit schroot. Dat voel je wel, ja. Ja, dat voel je wel. Ja. Nu kan ik me ook voorstellen dat het vertrouwen was er bij jullie al, na die reeks vorig seizoen. Ja, dan begin je nu gelijk met een overwinning. Dan zit dat helemaal snor, denk ik. Ja, zeker. De sfeer is goed binnen de groep. En we moeten weer die winning moeten creëren van afgelopen seizoen. En daar zijn we goed mee begonnen. Hoe is het voor jou om eigenlijk helemaal topfit aan een seizoen te beginnen? Ja, lekker. Was een lange voorbereiding. Ik ben blij dat het nu echt gaat beginnen. Nu heb je natuurlijk wel eventjes een stuk uit die voorbereiding gemist, hè? Hebben we meegekregen. Hoe is het voor jou geweest? Oh, het was gewoon 9 dagen thuis en daarna was ik weer op de club. Lekker weer trainen. Ja, je wilde niet al te veel over kwijt, of wel? Nee, dat is gebeurd. Hè. Ik hoef daar ook niet meer over te praten. Ik ben nu gezond en fit, dus dat is het belangrijkste. Ja, je hebt er ook niet al te veel last van gehad, geloof ik, toch? Eigenlijk niks? Nee. En dat je dan eventjes zo'n periode mist in de voorbereiding, helpt het dan dat je al lang bij de club bent? Dat je, ja, natuurlijk mis je wel wat, maar niet zoveel impact als wanneer je er net nieuw zou zijn? Ja, maar ik heb altijd contact gewoon blijven houden met die jongens, met het staf, met de trainers. Dus ik heb niet zoveel gemist. Hey, Steven Berghuis noemde jou 1 keer specifiek in een interview toen hij zei over de breedte van de selectie. Als er met jou iets gebeurt, er is eigenlijk geen andere linksback, dan is het gelijk een probleem. Wat doet dat met jou, als je dat ook zelf weet? Voor mij, het belangrijkste voor mij is om fit te blijven. Dat staat op nummer 1 bij mij. Ja, maar het is geen extra druk, kan ook in positieve zin zijn, op je schouders. Dat je weet van ja, er is, als er iets bij mij gebeurt, heeft de club voor de rest eigenlijk niks op die plek. Nee, meestal gaat het fout als je te veel denkt. Dus, Gewoon niet denken. Nee. Hey, thuis tegen Twente natuurlijk dit weekend. Nu hebben jullie de voorbereiding niet al te lang geleden ook tegen ze gespeeld. Maar dat gaat hopelijk geen graadmeter zijn, toch? Die wedstrijd en wat we zondag zien. Ja, die wedstrijd had ik trouwens zelf niet gespeeld. Maar daar kwam het door waarschijnlijk, want het was geen goed, geen beste pot. Hè? Nee. Maar ik denk wel dat het een andere wedstrijd wordt. We speelden toen ook met heel veel andere jongens. En nu kunnen er ook weer 13.000 in de Kuip. Dat is ook mooi. Dus ik denk wel dat het een andere wedstrijd wordt. Ja, wat we net zeggen over uitduels. Hè? Verwacht je dat dat thuis voor jullie net de andere kant op werkt? Soms sleept het publiek jullie natuurlijk over een dood punt heen bij thuisduels. Dat kan dit seizoen wel eens niet zo zijn. Nou, toch wel. 13.000 is toch wel een aantal. En in de Kuip zijn ze meestal heel energiek. En dat helpt ons zeker, ja. Ja, jij verwacht dat ze op een of andere manier toch wel geluid produceren, waardoor jullie weten van hop, even tandje bij. Ja, ik hoop wel dat ze aan hun regels houden. Zodat we misschien in de toekomst met meer kunnen.